Welkom bij de PCM tutorials. In deze tutorial wil ik graag wat meer uitleggen hoe de Legacy Mode werkt. Nou, wat is nou Legacy Mode? In de nieuwe versie Joomla 1.5 hebben we te maken met nieuwe software. Als gebruiker en ervaren gebruiker van Joomla komt het vaak voor dat de software die je eerder hebt gebruikt in je oude versie vaak ook graag wil installeren in de nieuwe versie, aangezien deze natuurlijk nog niet herbouwd is naar de nieuwe versie. Nou, in de nieuwe versie Joomla 1.5 hebben de makers van Joomla een optie ingebouwd, die Legacy Mode, wat eigenlijk niks verstaat dan backwards compatible, kortom, je zou de software die eerder is gemaakt kunnen installeren in de nieuwe versie. Ik laat nou zien hoe dit eenvoudig aangezet kan worden en hoe we dan een bepaald component kunnen installeren. Let wel op, niet alle componenten die eerder zijn gemaakt kunnen werken onder deze functionaliteit. Je zult dus zelf het een en ander moeten kunnen testen om te kunnen zien of het werkt. In sommige gevallen is het tevens af te raden vanwege security eisen op dat moment. Laten we even kijken hoe het in elkaar zit. Via Google heb ik het een en ander voorbereid. Ik ga in dit voorbeeld gebruik maken van het component Fireboard. Klik op zoeken. Kies op dat moment de eerste boven link. Fireboard is een forum. Het forum voor Joomla waarin ik heel eenvoudig bepaalde artikelen kan posten en daar discussies over kan krijgen. Laten we eens even kijken of dit component kan werken met de nieuwe versie van Joomla. Klik op download. In de meeste gevallen, op het moment dat een component wordt aangeboden door de leverancier, staat erbij of dit kan werken met de nieuwe versie. Dit component, als we naar beneden scrollen, geeft aan welke functionaliteiten erin zitten. En hier onderaan zien wij Fireboard is compatible with Joomla 1.5 in Legacy Mode. Dit houdt dus in dat als we deze modus aanzetten, hij gaat werken. Anders gaat die helaas niet werken. En ik zal zo demonstreren hoe dat in zijn werk gaat. Als we dit component eenmaal gedownload hebben via deze website, kunnen we het installeren via onze Joomla website. Ik zal nu demonstreren hoe eenvoudig dat gaat. Laten we via de administrator zijde van onze website waar we ingelogd zijn, klikken op extensions. We klikken op installeren. Ik klik op bladeren. Kies op dat moment het desbetreffende bestand wat we nodig hebben. Het bestand wat we net gedownload hebben is handig om eerst te unzippen. En op dat moment vinden we de desbetreffende bestand hierin. We kiezen hier voor component Fireboard Forum. Klik op upload en install. Zoals we kunnen zien op dat moment geeft Joomla een melding aan. This extension appears to be written for an older version of Joomla. Dit houdt dus in dat deze versie eigenlijk geschreven is voor een oudere versie. Om dit te kunnen activeren geeft Joomla aan om binnen de knop System en Legacy plugin deze aan te zetten. Binnen extensions en dan plugin, vertaald naar het Nederlands, kunnen we de functie Legacy kunnen aanzetten. We klikken hierop. Op dat moment is die geactiveerd. Ik ga nogmaals naar extensions install. Klik op bladeren, pak er nogmaals component, klik op upload en install. En op dat moment zal hij hem gaan toevoegen. Op dat moment zien wij dat Fireboard het een en ander heeft geïnstalleerd. We scrollen rustig naar beneden en zien op dat moment install successfully. Kortom, op het moment dat we Legacy Mode aanzetten, gaat alles goed. Nou, dit zijn een klein beetje de basisinstellingen, hoe eenvoudig ik toch een bepaald component of module kan installeren onder Legacy Mode. Bedankt voor uw aandacht.